Hoi en welkom of welkom terug op mijn kanaal. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, welkom. Mijn naam is Gwen en ik maak elke week schoonmaakvideo's en ik upload op woensdag en op zaterdag. En in deze video laat ik jullie zien hoe ik mijn woonkamer/keuken schoonmaak en daarnaast ook het toilet en de badkamer. Ook ga ik de indeling van de woonkamer een klein beetje veranderen door de kraphaal te verplaatsen van de katten. En was het ook weer hoog nodig om onder de bank te stofzuigen. Maar eerst aan de slag in de keuken. Zoals jullie net zagen heb ik de vaatwasser ingeruimd en nu was ik nog even de pannen met de hand af. En ik ben nog steeds het meest tevreden over het afwasmiddel van Method en dan voornamelijk de kokosgeur, dus dat gebruik ik altijd daarvoor. Ik laat het niet in elke video zien, maar wanneer ik het aanrecht en de keukentafel afneem, spreek ik die in met de keukenreiniger en vervolgens maak ik het doekje nat met heet water en daarmee ga ik er overheen. En tussendoor spoel ik die vaak nog even uit, zodat het weer helemaal schoon is. Ik gebruik ook sowieso elke dag een nieuw schoonmaakdoekje in de keuken, want dat vind ik wel zo fris. En verder heb ik onder dit filmpje wat meer actieve muziek gezet, zeg maar. Er zit ook wel een iets rustiger nummer tussen, maar mocht je echt alleen maar relaxe muziek willen, daar heb ik ook laatst een video van geüpload, dus die zal ik even linken in het i'tje. Mocht je dat fijner vinden, dan kun je naar die video gaan. Wanneer de wasbak heel erg vies is, dan gebruik ik vaak een combinatie met wat baking soda en afwasmiddel. Maar als het niet zo vies is, dan gebruik ik alleen afwasmiddel. En ik gebruik daarna wel eens de roestvrije staalreiniger, omdat ik een RVS afwasbak heb natuurlijk, van Method, want die ruikt gewoon super lekker. Dat er overigens krassen in de wasbak zitten, dat komt niet door de baking soda, want in mijn vorige huis heb ik daar nooit last van gehad. Maar ik denk dat dat echt puur de kwaliteit van deze afwasbak is. En mijn vriend gaat niet heel voorzichtig ermee om als hij daar een pan in afwast. Dus ja, dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Maar mocht je daar bang voor zijn, dan gebruik ik geen baking soda. Dus puur dat het vuil er makkelijker afgaat. Maar alleen afwasmiddel is eigenlijk ook helemaal prima. Kijk gewoon wat voor jou fijn werkt. Just the two of us.
De tv maakt stofvrij en het is eigenlijk een soort van brillendoekje, zo voelt het aan. Dus dat is ervoor dat dat geen krassen veroorzaakt. Mochten jullie uitgebreid willen zien hoe ik de tv normaliter schoonmaak, daar heb ik ook een filmpje van. Ik zal deze ook even linken in het i'tje mocht je benieuwd zijn. Ik laat jullie hier nog even zien hoe de toilettape eruit ziet als hij leeg is. Het is gewoon helemaal opgelost en die gooi ik dan gewoon weg bij het plastic afval. Normaliter gebruik ik de Ecover toiletreiniger, maar ik zag deze van Marshall's Green Soap, dus die heb ik meebesteld. En ik moet zeggen, die ruikt echt super lekker. Dus als je meer gewend bent van de parfumachtige, maar je wilt toch wat ecologisch, dan is Marshall's Green Soap misschien beter dan Ecover, omdat die net wat meer parfum afgeeft. Maar qua reiniging zijn ze allebei goed, dus kijk even wat voor jou het makkelijkst is. Ik vervang ook even het vuilniszakje in het emmertje dat op de toilet staat. En ik sprinkel daar ook altijd wat essentiële olie in. Het ruikt gewoon extra lekker. Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? 'Cause I wanna be close to you. And I wanna show you something new. Ik neem meestal ook de aanraakpunten even mee van het toilet. Ik doe dat wel gewoon met een badkamerreiniger, niet speciaal met een desinfectiereiniger. Maar ik vind het wel fris om dat elke keer even af te nemen. De random spiegel die op het toilet hangt, die neem ik ook even mee. We hebben geen wastafeltje op het toilet, omdat dat gewoon niet past. Daar is geen ruimte voor. Maar er hangt wel een spiegel, mocht je jezelf willen bekijken. En dan is het tijd om de bank aan de kant te schuiven. Want zoals je ziet was er weer een leuke verzameling kattenharen, stof, katspeeltjes, van alles. Ik laat het extra van dichtbij zien, zodat jullie ook zien dat het daadwerkelijk vies is. Het is een beetje onzinnig om iets schoon te gaan maken. Maar van een afstand lijkt dat soms wel zo met de camera. Maar mochten we ooit een nieuwe bank kopen, ik ben er wel echt super tevreden over. Maar er zit te weinig ruimte onder om er echt onder te kunnen stofzuigen. En wel genoeg ruimte omdat stof er echt goed onderin kan. Dus bij een volgende bank wil ik misschien een bank die wat hoger op de poten staat. Zodat je er ook makkelijk onder kunt zuigen. Maar goed, deze bank is nog lang niet versleten en zit super lekker. Dus die gaat echt nog wel even mee. We stay true to each other. I will always be there for you whenever you need my help. I'm taking my time to be your rock. I don't ever wanna be apart. You gotta know. Every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be. Dit beeld heb ik echt mega veel keer versneld, want ik ga er eigenlijk best wel langzaam overheen, zodat al het stof goed eruit kan. En ik ga er eerst verticaal of horizontaal overheen en dan de andere kant. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ik moet deze ook nog eens met mijn tapijtreiniger gaan doen, maar daar had ik nu echt geen zin meer in. En het valt eigenlijk wel mee qua vlekken. Het was meer dat er heel veel stof in zat. Hier zie je ook heel goed een witte waas op de vloer, wat dus echt gewoon stof is. Dus ja, het was echt hoog nodig om dat weg te stofzuigen. Maar het komt denk ik ook omdat de krab al daar staat. Dat zorgt toch wel voor wat meer stof volgens mij. Dus ik ben benieuwd als de krab al straks ergens anders staat, of het stof dan ook minder is bij de bank. Maar huisdieren zorgen sowieso voor meer stof hoor. Dat begrijp ik ook wel. En ik vind het absoluut niet erg om dat op te ruimen. Ook stofzuig ik nog even waar de krabpaal heeft gestaan, dat is ook weer nodig. Hier lag wel wat minder stof, want ik doe het natuurlijk vaker. En ik neem ook gelijk even de plint mee, want de bank is nu toch van de muur af, dus dan kan ik dat gelijk even makkelijk meenemen.
Ik vind dat trouwens echt een rotklusje om de plinten te doen. Dus ik doe ze altijd stukje bij stukje. Je ziet dat niet altijd in mijn video's natuurlijk, want ik maak ook schoon als ik niet film. Maar dan neem ik gewoon stukjes mee, zodat ik niet alles in één keer hoef te doen. Nu alles weg is en ik alles gestofzuigd heb, kan ik heel makkelijk nog even stomen. Dus ik doe het dan in stukjes, ik stoom dit gedeelte, dan zet ik alles terug en dan kan ik weer stomen waar de bank nu even staat. In werkelijkheid stoom ik natuurlijk langzamer zoals dit, net wat gewoon een versneld beeld en dit is echt de snelheid, zeg maar, niet versneld. Ondertussen was er een pakketje binnengekomen en het leek me wel leuk om dat met jullie te unboxen. Ik was even vergeten dat de microfoon niet op mijn camera stond, dus ik heb zitten praten voor niks. Maar ik zal het nu even toelichten in de voice-over. Het is een bestelling van Big Green Smile, gewoon zelf betaald overigens. En ik had voornamelijk het wasmiddel nodig van Method. Dat hebben ze alleen maar daar, dus dat bestel ik dan ook altijd. En ik heb er nu gewoon 2 in 1 keer besteld. En ik vind die groene geur echt het lekkerst. Verder heb ik ook wasstrips besteld van True Earth. Dat is voor een komende video, die wil ik voor jullie gaan uittesten. Ik heb ze ook al van een ander merk besteld. En je ziet dat de verpakking echt heel klein is, want je kunt er 32 wasmachines mee doen. Ik zag ook dat Eco Egg van die reinigingstabletten had voor de wasmachine. Ik heb die nu nog van een niet-ecologisch merk, dus ik ga deze proberen om te kijken om die te vervangen. Natuurlijk een backup van mijn Method afwasmiddel, want die was daar in de aanbieding. Deze heb ik ook nog niet geprobeerd. E-klots, daar hoor ik ook heel veel goede verhalen over. Het zijn doekjes, heb je alleen maar water nodig. En een Green Soap wc-reiniger, maar dan een andere geur. Ik laat jullie nog even een vergelijking zien van de Method en de True Earth. True Earth zijn 32 wasmachines en Method 39. En dat scheelt echt wel een hoop afval. De vloer droogt de laatste tijd super traag. Dat wilde ik nog even laten zien. Want het is gewoon heel erg vochtig of zo. Het droogt gewoon niet. De vloer is ook nog een heel klein beetje nat, maar ik denk ik schuif de bank gewoon terug, want dan kan die blijven wachten. Wat ik trouwens ook heel goed vind aan Big Green Smile is dat ze gewoon dozen hergebruiken waar zij de producten ook in geleverd krijgen. Dus eigenlijk ook een beetje onzinnig om daar weer een nieuwe dozen voor te pakken. Dus dat vind ik echt super goed dat ze dat doen. En hier schuiven de krabhaal naar deze hoek. Hier stond eigenlijk nooit iets. Ik vond het eigenlijk ook wel fijn dat er gewoon een ruimte in het huis was die niet gevuld was. Maar ik was het ook wel een beetje zat dat de krabhaal steeds bij de bank stond. Vooral met de haren die dan weer erop kwamen. Dus ik wilde het toch eens proberen. Ik moet zeggen, het staat nu al een aantal dagen zo, volgens mij ruim een week, anderhalve week. En het bevalt me eigenlijk prima. Vooral de kat Jena die vindt die hoek een stuk fijner dan naast de bank. Geen idee waarom. Maar het ziet er zo in de woonkamer wat rustiger uit, dat niet alles in één hoek gepropt zit. Aan het einde van de video heb ik ook nog beelden waarbij het nog in de hoek stond, dus bij de bank. En beelden waarop het nu, hoe het nu staat. Dan kunnen jullie dat nog vergelijken. Met de kerst straks gaat de krabhaal sowieso terug. Want anders kan ik de kerstboom nergens kwijt. Dus ik vind het ook wel gezellig om ze dan wat korter bij te hebben. Maar meestal liggen ze eigenlijk toch 's avonds bij ons op de bank. En niet meer echt in de krabhaal.
Natuurlijk storm ik de rest van de woonkamer ook even en heb ik net ook alles gestofzuigd natuurlijk. De mooie bos bloemen die je daar ziet op de tafel, die heb ik van mijn vriend gekregen. Gewoon zomaar. Ik vind het altijd wel leuk als hij dan zomaar iets van mij meeneemt. Het hoeft echt niet het grootste te zijn. Maar ja, dat vind ik gewoon een leuk gebaar. Hebben jullie dat ook, dat je partner spontaan iets voor je meeneemt? Laat het weten in de reacties, dat vind ik echt super leuk om te lezen. Ik moet eerlijk bekennen, het heeft al echt een tijd geduurd hoor. Eerder nam eigenlijk nooit iets mee, dat vind ik ook helemaal prima. Maar ik vind het wel leuk als hij me zo op die manier een beetje verrast. En nogmaals, het hoeft echt niet altijd met cadeautjes of bloemen, maar ook met een lief briefje zijn of zo. Ik vind zo'n dingen echt super leuk. Ik was bijna vergeten nog een nieuwe toilettape erin te hangen, dus dat doe ik bij deze nog even. En ik laat jullie zien hoe ik dat ophang. Ik laat hem meestal nog aan de sticker zitten, zodat ik hem goed kan mikken. En daarna kan ik hem eraf halen en gelijk op het toilet plakken. Ik had eerst een andere geur in de wc en die zat in dat houdertje, dat grijze. Maar die hadden ze even niet op voorraad, dus ik heb nu een andere geur besteld. Maar die wil ik niet in die houder gieten, want dan gaat het allemaal mengen. Dus ik heb het nu gewoon in dit potje gelaten en dat is ook helemaal prima. Dit is echt meer een bloemige geur, dus mocht je daar meer van houden voor het toilet dan die frisse geur. Want ik had eerst een soort eucalyptus, maar dit ruikt echt super bloemig. En ik vind dat voor de zomer eigenlijk ook wel heel erg lekker op het toilet. Nu we beneden klaar zijn, ga ik naar boven en ondertussen neem ik ook even de trap mee, dat die ook weer voornamelijk kattenharen en kattenkorrelvrij is. Maar dat is echt zo gebeurd, ik moet toch naar boven lopen, dus dan kan ik net zo goed even de stofzuiger eroverheen halen. En verder probeer ik de schoonmaakdoekjes op het droogrek te drogen in plaats van in de droger zelf. Ik heb het idee dat ze dan beter schoonmaken. Ze zijn dan vaak wel wat harder, dus daar moet je van houden, maar ja, mij maakt het eigenlijk niet uit. Handdoek wil ik liever toch minder drogen, omdat ze dan wat zachter zijn. Maar mijn vriend houdt juist wel heel erg van zo'n schuurhanddoeken, zeg maar. Maar ik probeer de droger ook iets minder te gebruiken. Ik gebruik hem sowieso alleen maar voor handdoeken en beddengoed. Maar die schoonmaakdoekjes zijn echt zo droog op het droogrek. Dat duurt echt niet lang. En het scheelt toch weer een lading in de droger. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a love friends, fill up the car to live best because we wanna. En als laatste nog even door naar de badkamer. De douche die had ik de dag van tevoren al gedaan, die moest echt heel erg nodig. Met filmen is dat toch vaak onhandig, omdat dat wel een smalle ruimte is, zeg maar. En het ergste aan de hele badkamer vind ik ook de douche schoonmaken. Dus ik heb het nu opgesplitst en dan moet ik zeggen dat het een stuk fijner werkt. Maar mocht je je afvragen waarom ik die dus niet schoonmaak, dat is daarom. Maar natuurlijk wel de wasbakken en de wc schoon en ook even de verwarming. Dit weekend ga ik trouwens niet te veel schoonmaken, want het wordt heerlijk weer volgens mij. Dus daar gaan we gewoon lekker van genieten. Ik doe alleen echt het hoog nodige en de rest komt dat weer op een dag dat het minder goed weer is. We go where we
Wanneer deze video online komt, moet ik nog 1 week werken en daarna heb ik 3 weken vakantie. En in die 3 weken komt er alleen een zaterdagvideo online. Dus komende woensdag mogen jullie wel nog een woensdagvideo verwachten, maar daarna is het even 3 weken niet. De zaterdagvideo die blijft wel gewoon online komen en dan heb ik ook een beetje vakantie, want dat kan ik wel vooruitwerken. Maar 2 video's 3 weken lang vooruitwerken, dat is wel heel heftig naast mijn fulltime baan. Ik zal het in de video van volgende week zaterdag en woensdag ook nog even benoemen, maar dan zijn jullie alvast op de hoogte. Ze hadden ook speciale EK toilet tapes, vond ik wel grappig. Ik heb die maar boven gehangen, want EK is ook voorbij, Olympische Spelen ook inmiddels, maar voor boven helemaal prima. Als laatste hang ik nog even schone handdoekjes op bij de wasbakken en dan is alles weer helemaal mooi schoon. Natuurlijk krijgen jullie nog afterbeelden van mij. Ik kan er zelf echt heel erg van genieten als ruimtes gewoon schoon zijn en netjes. Ook zien jullie dadelijk nog de vergelijking met de krabpaal naast de bank of in de hoek. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Ik vind de nieuwe indeling echt heel erg fijn. Daarnaast hoop ik dat jullie weer veel motivatie hebben gekregen door deze video. Abonneer je op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan en meer schoonmaakmotivatie wil. En verder wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei! That is what my heart says. That's what my heart.